Ik wil eerst de mensen vooraan nog even voorstellen, alhoewel dat eigenlijk niet hoeft, maar toch onze voorzitter, Ivan de Witte, onze algemeen manager, Michel Louagy, en dan onze coach natuurlijk, Jes Torup. Ikzelf, Pat Eclipse, ben als uw gast hier van dienst. Het zijn, laten we maar zeggen, bizarre tijden. En dat vereist ook bizarre maatregelen. Vandaar dat we de gewone gezelligheid in de perszaal toch een beetje hebben moeten verstoren. En ons hebben moeten houden natuurlijk aan de geldende regels. Het is een periode waarin vooral kappers populair zijn. Populairder dan ooit tevoren, waar kinderen plotseling wel graag naar school gaan. Dat is mij ook opgevallen. En waarin een gezellig tooggesprek over een VAR-beslissing niet meer mogelijk is. En nu eigenlijk vervangen wordt door een conference call over Bas of COVID. Maar goed, we zien toch ook heel positieve dingen, vooral solidariteit bij verschillende groepen. En onze club bleef hier, dat mag ik toch wel zeggen, zeker niet achterwege. En een van onze topacties was ongetwijfeld de Samen Sterk-actie, waarbij we geld hebben ingezameld voor Digital for Youth. En de voorzitter van Digital for Youth, meneer Dubois, is hier aanwezig. En ik ga hem dadelijk ook op het podium vragen. Maar het begon eigenlijk allemaal op een zondagmiddag. Toen mijn voorzitter mij telefoneerde, en als hij mij op zondag telefoneert, heeft hij meestal wilde ideeën. Dan bedoel ik wel wilde ideeën rond voetbal, om duidelijk te zijn. En hij zei, ik heb toch een idee. En ik laat het hem eigenlijk graag zelf vertellen, Ivan. Al zeer kort. Wij vonden dat wij als club een bijzondere actie moesten doen. Ook naar de sociale dimensie van onze maatschappij. Onze spelers hadden al een geweldig mooie actie gedaan naar de ziekenhuizen met de mondmaskers. Er was een actie gesteund en gestuurd ook door onze kapitein Vadis, Sven Kums, Thomas Kaminski. Ik was daar ook wel bijzonder door geraakt, moet ik zeggen. Dit is zeer spontaan vanuit onze spelersgroep gekomen. Dat zij toch een actie op touw hebben gezet van, ik denk, rond de 20.000 euro. Waar zij dus in de periode dat de mondmaskers, dat dat echt een heel groot probleem aan het worden was. Nadien zijn er mondmaskers een beetje van overal gekomen. Maar op dat moment was er echt een hele grote nood. En dat onze spelers die actie opgezet hebben, dat heeft ons bijzondere getroffen. En dat duidt toch ook wel op die dimensie die ook in onze spelersgroep aanwezig is. Spelers worden dikwijls en krijgen dikwijls soms wel het adjectief van dat ze alleen nog bezig zijn met zichzelf en met een contract en met een. En dat vermits dat eigen uit de spelersgroep is gekomen, denk ik dat we hier ook gezien hebben dat spelers echt ook human beings zijn die heel dicht met een hart ook bij de maatschappij staan. Bedankt daarvoor ook trouwens. Hebben wij op een bepaald moment ook als club de stelling genomen van wij gaan het systeem van de tijdelijke werkloosheid niet aanspreken of niet invoeren vanuit overwegingen dat absoluut niet aan de orde was ten opzichte van de spelers. Maar ook omdat ik vind dat op het ogenblik dat een club of een groep spelers minder bijdragen aan het systeem van de sociale zekerheid, dat ik het een absolute onmogelijkheid vind dat we dan ook beroep zouden doen op diezelfde sociale zekerheid. Ja. De clubs die dat gedaan hebben, oké, dat is een eigen beslissing, maar ik vind het nog altijd not done, langs geen kanten dat dit doet. Wij, de spelers en ook de clubs op een of andere manier dragen minder bij tot ons sociaal stelsel van de sociale zekerheid. We moeten dan ook niet proberen op een zijweg daar gaan gebruik van te maken. En ik heb onmiddellijk aan onze kapitein, aan Vadis hier aanwezig, gezegd, Vadis, zeg maar tegen de spelers dat we het niet gaan doen. Ja, dus de spelers begonnen dan te zeggen, ga ik dat met ons ook doen? En sommige clubs kwamen daarop, andere clubs begonnen dan te vragen aan de spelersgroep om in te leveren. We hebben ook onmiddellijk gezegd, we gaan dat niet doen. We gaan de spelers
vooral in deze moeilijke tijden ook niet op dat vlak gaan hinderen. En we hebben ze gewoon doorbetaald. We zullen dat ook blijven doen. En ik moet zeggen dat de spelers daar ook bijzonder knap hebben op gereageerd door de wijze waarop zij zich blijven inzetten zijn tijdens de training. Ik zou zelfs durven zeggen dat er op bepaalde momenten bijna harder getraind is dan in normale situaties. U weet dat wij nu ongeveer in de periodes van de play-offs zouden gezeten hebben. En ik hoorde toch wel van diverse spelers dat ze harder trainden dan in een gewoon ritme. En dat toch ook wel een beetje engagement was en een return naar de club toe. Om te tonen, jullie doen heel veel voor ons, wij doen dat ook naar de club toe. En we zijn ons nu al aan het voorbereiden, dat heb ik dikwijls toch van een aantal spelers gehoord, we zijn ons nu al aan het voorbereiden met onze volle engagement en onze volle inzet naar het volgende seizoen toe. On that topic, we had a couple of several discussions together, yes. And also you said that they were training harder than in normal situations. So dat heeft dan tot de idee geleid, en dat was die fameuze zondag, dat ik zeg, als de spelers zo'n mooie actie doen, dan moeten wij als club ons ook tonen op deze sociale dimensie. Maar niet zoals velen, we wilden dat op een andere manier doen. Een beetje gedifferentieerd toch van vele andere acties. En daarom hebben we ook een doelgroep gekozen, Digital for Youth, die eigenlijk een deel van onze maatschappij als doelstelling heeft, die dreigt een beetje te verloren te geraken. Ja. Kinderen, meestal uit minder bedeelde gezinnen, die echt waar soms niet in staat zijn om het budget te hebben. Sommigen zelfs niet het budget hebben om de juiste voeding binnen te halen, verre van de mogelijkheden te hebben om een computer en alle mogelijke bijhorigheden voor kinderen tot het onderwijs toe te laten. En hoe meer dat die nood kwam van onderwijs op afstand, vond ik dat we daar voor die doelgroep wel eens een speciale actie moesten doen. En we hebben ook zeer veel respect voor het initiatief dat jullie nemen. Want het is niet voldoende van een computer aan een gezin te geven of wat dan ook. Daar hoort heel veel bij. Het moet aangesloten worden op wifi. Er moet wifi in huis zijn. Er moeten nodige connecties zijn. Ze moeten een guiding hebben om het te kunnen gebruiken. Dus er is veel meer dan het gewoon leveren. Want als je een computer thuis levert bij een gezin die het al moeilijk heeft, dan gaat die computer niet gebruikt worden. Ja. Dus dat is iets wat jullie wel doen. U gaat er straks iets over zeggen. Dus we hebben die actie opgezet, namelijk die digitale wedstrijd. Samen sterk, ik hoop dat sommigen onder u die wedstrijd gezien hebben tegen COVID-19. Ik vond dat goed in elkaar zat. Dat er ook een aantal goede spelers in zaten. Mark van Ranst in de spits. Ja, op welke andere plaats zou je moeten staan hebben? Ja. En de blok was een doel, geloof ik. Ja. En zo hebben we toch wel ook gekozen om ook die namen wat selectief te kiezen. En dat is aangeslagen bij onze supporters, bij de populatie. En ik kan u meedelen dat wij, ik denk dat we een heel mooie som bij elkaar hebben gekregen, die ik vandaag wil meedelen. Dus gans onze actie heeft €85.000 bij elkaar gebracht, die wij zullen overhandigen aan Digital for Youth. Ik denk dat dat een mooie, er zijn veel acties. Maar ik denk dat dat al een van de sterkere acties is die tot bij u gekomen zijn. Voilà Patrick, ik wou dit meedelen. Er zullen ook een aantal prijzen aan verbonden zijn.
Onder andere een van de prijzen zijn twee supporters die met mij, geloof ik, een dinertje zullen hebben in het Hof van Kleven. Ja, ik ga dat doen. Hè. Dus dat gaat uit mijn persoonlijke middelen betalen, dus zal het toch een beetje moeten voorsparen, denk ik. Maar dat ga ik doen. En dan zijn er nog een aantal prijzen die ook Koen Wouters hebben we gecontacteerd van Clouseau. Die schenkt dus een aantal VIP-tickets voor zijn, een van zijn voorstellingen die zullen komen, waarschijnlijk hopelijk volgend jaar. En met ook een meet and greet met hem persoonlijk in zijn lounge. Het was ook heel mooi van Koen Wouters toch, die geen nood heeft aan optredens en dergelijke meer, dat hij die geste gedaan heeft om te doen. Misschien Patrick, over die verdeling kunt jij nog iets zeggen? Wel heel kort, dus de prijswinnaars worden bekendgemaakt in de loop van volgende week. En inderdaad, zoals de voorzitter zei, dus de hoofdprijs is een etentje met onze voorzitter. Er is ook een etentje, er is een lunch with our coach as well. Dus er is ook een supporter die dat gewonnen heeft. En dan inderdaad voor Koen Wouters is dat ook heel veel interesse om eregast te zijn op een van zijn optredens. Maar die namen maken we volgende week dan bekend. Maar dan zou ik nu, meneer Dubois, Philippe Dubois, de voorzitter van Digital for Youth, toch eventjes vooraan willen roepen. U mag daar plaatsnemen. Al onze gasten zullen vandaag daar plaatsnemen, maar alles wordt tijdig gereinigd. We volgen dus alle regels op. Meneer Dubois, ik geef u het woord. Dank u wel. Misschien eerst en vooral zeggen dat de enige link die ik met A-Gent heb, is dat mijn dochter een hele grote fan is van A-Gent. Ik weet niet waar ze het haalt, want wij wonen in Brusselse. Dus, maar dat is al op eigen houtje mee gekomen, al een paar jaar, als ze jullie volgt. En iedere keer hard meesupporter als jullie binnen. Daarnaast zou ik willen zeggen dat ik het fantastisch vind dat de voorzitter en de club ook dergelijke principes hanteert. Het is niet makkelijk om in moeilijke tijden trouw te blijven aan principes. Het is dan dat men de ware leiders herkent. Dus bij deze mijn respect daarvoor. Misschien toelichten wie dat Digital for Youth is. We hebben een lange geschiedenis uiteindelijk onder de naam PC Solidarity, waar we al een tiental jaar refurbished laptops, dus herwerkte laptops, in de markt zetten die wij schenken aan organisaties die zich inzetten om kinderen beter te leren omgaan met de digitale maatschappij. Wij doen dat met de Koning Boudewijn Stichting, die daar een jury is om de laptops toe te kennen aan de verschillende projecten. En wij deden dat ongeveer 3 à 4 keer per jaar, deden wij een publieke oproep waar organisaties konden hun project indienen en dan laptops krijgen van ons. En sinds vorig jaar, mid vorig jaar, hebben we eigenlijk een soort van doorstart gegeven aan PC Solidarity. En hebben we een nieuwe VZW gecreëerd die genoemd is Digital for Youth. En ook op een zondag bij ons in begin maart, toen de crisis toesloeg en toen alle scholen gesloten werden, kregen we plotseling heel veel aanvragen van verschillende organisaties, maar ook van scholen in dit geval, of we niet snel een paar tientallen laptops konden leveren en snel die tientallen liepen op tot meer dan 1000. Toen besloten we om onze eigen middelen aan te spreken en dat inderdaad te doen, maar we vonden het zonde om ergens te stoppen aan 1000 laptops. Hè. Concreet betekent 1000 laptops, dat betekent ongeveer 100.000 euro. Hè. Als we een laptop krijgen van een bedrijf, voor een 100 euro kunnen we die opnieuw gebruiksklaar maken en uitdelen. Dus zijn we toen naar de politieke wereld gestapt en hadden we ook een crowdfundingactie in het achterhoofd en zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, is de Vlaamse politieke wereld daar heel snel opgesprongen. We hebben heel snel 1 miljoen uitgetrokken om dus dat target van 10.000 laptops op een hele korte termijn te halen. Jullie moeten weten dat onze initiële ambitie was om 1.000 à 1.500 laptops per jaar in de markt te zetten, dus uit te delen aan organisaties. En nu plotseling met deze actie, ondertussen zitten we al aan 13.000 laptops. En ja, jullie hebben daar straks het bedrag gehoord, die 85.000 euro. Dat is in onze top 3 van de grootste giften die we gekregen hebben van bedrijven. Dus het is ongelooflijk. Ik kan er ook aan toevoegen dat ik het in mijn stoutste dromen niet had durven denken dat er dergelijke bedragen vrij zouden gemaakt worden op zo'n korte termijn. Ook in aantallen laptops. Je moet weten dat alle bedrijven vandaag natuurlijk de laptops die ze nog liggen hadden in de schuif zelf zoveel mogelijk hebben ingezet om hun werknemers toe te laten om van thuis te werken. En toch hebben wij een kleine 10.000 laptops binnengekregen. Dus we hebben er ook nog een paar aangekocht, een paar duizend aangekocht op de tweedehandsmarkt.
Dat is een hele lucratieve markt, dus ook daar moeten we dan zien dat we kunnen aan goede prijzen aankopen om die op een zo interessant mogelijke manier te kunnen doorgeven, uiteraard. Dus bij deze nog eens mijn ongelooflijke dank aan Gent, maar ook aan alle andere bedrijven, om in tijden van crisis, in deze moeilijke momenten, toch zo gul te zijn. En dus de kinderen, inderdaad, waar veel talent aanwezig is, maar niet de kans krijgt om te ontwikkelen soms, om die de mogelijkheid te bieden om zich hun eerste stappen te begeven in deze digitale wereld en dus weerbaar te worden in de digitale maatschappij die steeds virtueler en virtueler zal worden. Goed, bedankt, Filip. Ik wens je nog heel veel succes, ook in de toekomst. En je kan altijd op ons rekenen. Oké, dank je wel. Misschien toch nog even ook benadrukken. We are one family, voorzitter. Inderdaad, de club zelf, bestuur, medewerkers van de club, de spelers, nogmaals dank ook. Ook een zeer serieuze grote bijdrage, de trainers, de supporters en ook de commerciële partners. Dus werkelijk als one family hebben die 85.000 kunnen inzamelen. Voilà, bedankt. Super, bedankt. Ivan. Ja, misschien toch heel kort in detail. Dus de spelers hadden al 20.000 voor de mondmaskers gegeven. En in ons bedrag van 85.000 zit er terug een 20.000 die vanuit de spelers goed komt. Ik wil dat toch eens beklemtonen het geheel is op deze manier beklemtonen. Goed. Het volgende item die we graag hadden aangesneden is het feit dat de club in moeilijke omstandigheden, corona-omstandigheden, toch heel hard blijven doorwerken is in het verbeteren van onze structuur, sportief, maar ook onze organisatie. Denk dat Michel en ik hebben heel veel samengewerkt om deze coronatijden goed aan te pakken. Wij zijn er ons van bewust dat er waarschijnlijk toch wel een groot aantal wedstrijden zouden kunnen komen zonder publiek. Dat is een serieuze hap in het budget. En wij hebben ons onmiddellijk samengezet hoe dat wij daar zouden kunnen mee omgaan, zonder terug naar de spelers te moeten teruggrijpen in de reductie van salarissen of tijdelijke werkloosheid of dergelijke meer. Het is ook zo dat de sponsors, dat op dit moment een terughoudendheid is van hoe gaat het allemaal verlopen. En dat, Patrick, kunt jij ook wel voelen. De sponsors zijn wat meer terughoudend. Maar daar ook denken wij van geleidelijk aan toch wel onze stap te kunnen zetten. Ja. We hebben ook fantastische troeven. U moet begrijpen, onze positie, het feit dat we Europees spelen, ons stadion, de voorziening, Michel zal er straks nog wel iets meer over zeggen, wat we ook van plan zijn. Mensen zullen in de beste omstandigheden toch nog de wedstrijden kunnen bijwonen. We kijken ook hoe de catering enzovoorts kunnen, gezien de omstandigheden, toch zo optimaal mogelijk te organiseren. Dus ik mag zeggen, die van de structurele partners, de meeste contracten liepen door, maar die tonen allemaal hun vertrouwen in de club. Vooral omdat we toch wel duidelijk nu nummer 2 zijn, Europees nummer 1, en dat speelt wel mee. Dus de volgende weken zien wij nog tientallen extra contracten binnenkomen. Daar ben ik van overtuigd. Bedankt, ja. Zoals gezegd door Patrick, zijn we nu, rechtszaken die nu een beetje uit de grond reizen. Dat zijn de play-offs nu van dit jaar. Dat zijn de rechtszaken. Ja. Bij gebrek aan wedstrijden zijn de play-offs nu omgevormd tot om beurt naar de rechtbank trekken. Ja. Maar dat is goed, dat is ook een sport. En we zullen wel zien waar we uitkomen, maar in de huidige situatie, en ik denk dat Michel daar een heel grote rol gespeeld heeft in de werkgroep en in de raad van bestuur, om finaal toch met een oplossing naar voor te komen voor een heel moeilijk probleem eigenlijk, gedragen door 84% van de stemmen. Ik denk dat we daar niet mogen vergeten, hè, dat dat uiteindelijk 84% voor deze oplossing gestemd heeft.
En dat er in zo'n voorfase wat discussies zijn, ja, dat is normaal. Ik herinner me nog van in de tijd dat ik voorzitter was van de Pro League, toen we naar die hervorming van 18 naar 16 gegaan zijn en naar de play-offs, ja, daar is ook heel wat aan vooraf gegaan. Maar daar denk ik dat onvermijdelijk is, dat de tijd daar zijn werk doet. Ik zeg altijd, in zo'n momenten is de tijd uw beste bondgenoot. Dus naarmate de tijd vordert, rijpen ook de geesten. En als je mij vraagt, hoe is dat nu allemaal verlopen? Wel, god, er zijn wel wat moeilijke momenten geweest, maar ik vind dat de Pro League dat al in al toch tot een zeer goed einde heeft gebracht. En ja, we zullen nu wel zien wat er verder verloopt. Dus bedankt Michel voor de geweldige inspanningen die je daar geleverd hebt. Er wordt nu wel zo'n beetje smalend gezegd, ja, maar agent heeft daar zijn beste deel van gehaald. Wel, ik betwist dat. Ik denk dat wij al jaren voorstander zijn van een competitie met 16. Nu niet, omdat coronatijden waren of andere tijden. Maar wij waren al jaren voorstander. Het is trouwens een van mijn geesteskinderen. Van een competitie met 16 clubs en play-offs. En het is dus niet dat men moet gaan zeggen dat nu toevallig dat we dat standpunt verdedigd hebben. Ja. Als het op een bepaald moment een andere richting moeten uitgaan, dan denk ik dat we dat ook nog zouden gesteund hebben. Ja. Dus nu een beetje smalend gaan zeggen, ja, Gent is daar de grote winnaar uit dat debat gekomen. Ik denk dat het niet juist is. Ik denk dat Gent heel hard op zijn standpunt is blijven staan, maar een standpunt die we al lang verdedigen. En eerlijk gezegd, en dat durf ik ook in het publiek zeggen, ik ben eigenlijk voor de Belgische competitie met 10 miljoen inwoners voorstander van de competitie met 14 en play-offs. Ja. Ik weet wel dat we daar nu nog niet konden geraken, maar ik ben ook niet te beroerd om dat uit te spreken. En op die manier te vermijden dat we elk jaar eindeloze licentiediscussies krijgen. Want België is niet rijp, denk ik, met zijn populatie, met zijn capaciteit aan sponsors en aan toeschouwers en dergelijke meer, om een competitie van 18 te herbergen. Het is al nipt met 16. Ik denk dat een ideale formule met 14 zou zijn en dat je dan ook een veel betere tweede afdeling zou hebben. Want dat wil ik dan ook misschien zeggen. Ik vind die benaming 1B eigenlijk een miskleun. Ja. Ik vind de tweede afdeling een veel betere kwalificatie voor wat het is. Waar men het ook willen bereiken heeft om dat 1B te noemen. Je moet dat maar een keer uitleggen aan een niet voetbal of een minder voetbal gespecialiseerd dat je in 1B speelt. Ja, dan die mensen die weten niet waarover dat je het hebt. En je moet dat een keer uitleggen in het buitenland. Ja, dat je in 1B speelt. Yes. Ja, understand. In Denmark. Do you say it's 1B? No. Nee. So our trainer is going back to Denmark and say, yeah, now they are somewhere going to NB. I think they are coming from the islands then. dus dat is eigenlijk wel mijn en ik ben nu ook een vrij man. Ik ben geen voorzitter meer, dus ik kan nu maar vrij mijn ideeën zeggen. Ja. Goed, dat is allemaal op die verlopen, maar binnen dat gewoel en toch die moeilijke periode van discussies en dergelijke meer, vonden wij toch ook dat Club Brugge heel verdiend mocht en moest uitgeroepen worden tot kampioen. Ze waren gewoon de betere ploeg. You never know wat er zou gebeuren met de play-offs. Maar ook dan, yes, maybe that's another opinion, but even then, I think, they would have been champion. So, laat ons daar nu geen juridische gerommel over doen. Ze zijn verdiend kampioen. En dat leidt ons tot het volgende seizoen. We zijn nu vice-kampioen en Gent is bekend als een ambitieuze club. Ja.
En als je ambitieus bent en je bent vice-kampioen, waar moet uw ambitie dan liggen? Ja? Nog een keer vice-kampioen. Ja, dat is ook een ambitie. Maar je voelt wel in mijn woorden dat, dat daar nog iets meer achter zit. Ja? Ik ga dat niet te luid uitspreken, maar wij gaan proberen volgend seizoen te starten. Om echt mee te doen aan de top van onze kampioenschap. En daarvoor hebben we reeds een aantal dingen gedaan. En we zullen nu een aantal reeds acties nu vandaag voorstellen en meedelen. En we zullen er nog doen. Daar zal u dan straks op terugkeren. Je kunt je afvragen, ja, en in zo'n coronatijden, hoe slecht de club erin om dat te verwezenlijken. Dat is omdat we in het verleden een zeer goed beleid gevolgd hebben. Dat wij een aantal reserves kunnen opbouwen hebben. Dat Michel een zeer, zeer sterk financieel management voert. Ook het sportief management. Michel wordt soms gezegd, durf wel eens een euro in twee bijten. Ik denk dat hij er nu de laatste tijd soms in drie gebeten heeft. Maar dat maakt dat de club toch wel een sterke basis heeft. Om ook naar de toekomst te kijken in coronatijden. En met een forecast dat we misschien gedurende een bepaalde periode met veel minder bezoekers zullen moeten werken. Zonder toeschouwers, ik weet het niet, met een beperkt aantal toeschouwers. Maar we hebben al die scenario's uitgewerkt. Ja, met toeschouwers, een klein deel toeschouwers, zonder toeschouwers. En ook met al die scenario's samen en het samenleggen ook van onze voorspelde sponsorinkomsten. En ik moet zeggen, het nieuwe televisiecontract is natuurlijk een goed contract. Maar ook daar zullen we nog moeten afwachten hoe dat afgerond wordt. Maar misschien kun je daar iets over zeggen, Michel, hoe dat de club zich hierop voorbereidt. Goedemorgen of goedemiddag iedereen. Maar ik wil er eens een keer aan toevoegen, Ivan. Ik kan er niet veel meer aan toevoegen, want we zijn al zeer volledig geweest. Maar uw ambitie is van beter te doen, of minstens tweede of beter te doen, wel. In elk geval in verband met de beslissing van de competitie te beëindigen. En dat we daar een beetje geluk gehad hebben. Voilà. Ik zou dat toch proberen in de juiste context te plaatsen. In die zin, als je kijkt naar de resultaten over de laatste 5 jaar van AGent, dan stellen we vast dat we Europees de hoogste coëfficiënt hebben. Over de laatste 5 jaar. Dus misschien zijn er nog een aantal mensen die dat niet weten. Daar is wel wat aandacht aan gegeven. In elk geval, wat nieuw is, dat is dat we in België over de laatste 5 jaar de tweede beste coëfficiënt hebben. Dat is nieuw, want vroeger, tot vorig jaar, stonden we op de nummer 3. Nu zijn we de nummer 2 geworden. Als je dan in de loop van het seizoen, of 19-20, als je dat bevestigt, ja, dan kun je niet spreken van geluk. Ja, dan vind ik dat een beetje gemakkelijk en een beetje... Ja, je kunt altijd kritiek geven natuurlijk. Maar als je dus die twee resultaten ziet, Europees de hoogste coëfficiënt over 5 jaar, niet over 1 jaar. En in België zitten de beste, de nummer 2. Ja, niet alleen dit jaar, maar over de laatste 5 jaar. Dan hebben we het goed gedaan. En dan is dat geen geluk. Ja, en ik vind dat zijn feiten en dat is het verleden. En nu moeten we naar de toekomst gaan kijken. En onze ambities zijn duidelijk. Ja, we willen dat bevestigen naar de toekomst toe. En de voorzitter, dat is zijn recht natuurlijk. Die droomt van meer, maar dat is, hij is zo. Goed. Hij jaagt mij dan wat op. Maar bon, daarmee zijn we ook, denk ik, complementair. In elk geval, het volgende seizoen is voorbereid. Worst case, spelen zonder publiek. Hebben een businessplan uitgewerkt. Waarbij dat wij zonder publiek kunnen spelen tot in januari. Waarbij dat we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Dat is een hele belangrijke, denk ik. Maar we gaan er toch vanuit voortschrijdend inzicht. Als je de laatste berichten hoort van de virologen. Wachten weliswaar op de Veiligheidsraad van 3 juni. Maar dan durven we toch te hopen, denk ik, vanuit de voetbalwereld. Dat we eventueel in augustus met een beperkt aantal
toeschouwers zouden mogen spelen. Dat is wat ik hoop. En wij hebben in elk geval de oefening, Dirk Pins bij ons, de man van de veiligheid en infrastructuur, die heeft de oefening gemaakt en berekent dat wij met ongeveer 5000 toeschouwers zouden kunnen spelen mits social distancing te respecteren. Dus ze zeggen mits anderhalve meter tussen supporters te houden. Ik hou dan geen rekening met familietoestanden enzovoort, waar Mark van Ranst op gealludeerd heeft. Dus ervan uitgaand dat er anderhalve meter is tussen elke toeschouwer, moeten wij ongeveer 5000 in een eerste scenario toeschouwers kunnen toelaten. En daar is natuurlijk ons stadion ideaal voor. We hebben kritiek gekregen dat het veel lijkt op een amfitheater. Ik herinner mij dat er een voorzitter zei van een andere Belgische eerste klasse als hier kwam. Ja, wij gaan dat anders doen. Wij gaan ons stadion anders verbouwen. We willen een sfeer. Maar hier zijn we nu in het voordeel. Verder, meer ruimte. In coronatijden, COVID-19-tijden zijn wij in het voordeel. En hoop ik dus dat wij vanaf augustus, mits respect hebben voor social distancing, 5000 mensen moeten kunnen plaatsen als de voorschriften van de Veiligheidsraad dezelfde blijven zoals dat ze nu zijn. En dat is toch wel een belangrijke. Anderzijds hopen we ook, denk ik, voorzitter, dat wij in juli, want als we op 7 augustus starten, moeten wij jullie oefenwedstrijden kunnen spelen. En ik denk dat dat ook een belangrijke is die we toch moeten meegeven aan jullie. Dat niet mag vergeten worden in de maand juni, dat de Veiligheidsraad zich daar ook over uitspreekt. Dat wij hopen dat wij jullie oefenwedstrijden moeten kunnen spelen, met rekening te houden met alle nodige veiligheidsvoorschriften die er zijn. Maar in elk geval is dat een duidelijk punt en een hint, denk ik, als alles verder verloopt en er is afbouw van alle alarmerende cijfers die er geweest zijn, dan hopen we dat we dat kunnen realiseren in de loop van de maand juli. Wat ook nog belangrijk is, denk ik, voorzitter, terwijl hij mij het woord geeft, dat is de oplossing die we gevonden hebben voor de mensen die ingeschreven hadden voor play-off 1 vorig seizoen, 19-20. Daar hebben we de mogelijkheid aangeboden aan al die klanten van dit abonnement door te schuiven naar de Europese wedstrijd. Dat kan een zeer goede beslissing zijn voor de klanten, kan een zeer goede voor ons zijn, maar kan vooral een zeer goede voor hen zijn. Moesten we kapitein in de group stage geraken van de Champions League, dan gaan onze klanten die ingeschreven hebben voor de play-off daar een fantastische plus value aan gecreëerd hebben. Want dat betekent dat voor de play-off kost die er was, dat ze voor dezelfde kost 5 wedstrijden in de Champions League zullen hebben. Derde, play-off en group stage. Anderzijds, als we niet doorgaan, slechtste geval, worst case, hebben we 4 wedstrijden en zullen ze 1/5 van het bedrag recupereren via de horecakaart. Ja, dat is dus wel, denk ik, een goede zaak. En we hebben bemerkt, via de repliek die er gekomen is, dat supporters het geweldig appreciëren. Ook nog iets die interessant is, Stefan, kijk naar u, want anders gaat hij mij bellen. Abonnementenverkoop start op 3 juni. Het is misschien het moment om mee te geven. We hebben gewacht, een beetje voortschrijdend inzicht. Ik denk dat zelfs aan duidelijk wordt, en ik heb het daarnet gezegd, dat we toch voor een paar duizend supporters zouden moeten kunnen spelen in de maand augustus. Dus het is zinvol ook al van abonnementen te verkopen. En natuurlijk, wie eerst koopt, zal eerst gediend worden. Dat is ook duidelijk. Voilà, voorzitter. Ik denk dat het woord terug aan u is. Wel, bedankt, Michel. Bedankt ook voor de geweldige inzet. Niet alleen op al uw vergaderingen, maar vooral ook om goed structuur te geven aan de verdere uitbouw van onze club, zodanig dat we financieel dit verder kunnen voortzetten. Ja. We hebben al een aantal zaken ook nu uitgevoerd en beslist. Ik kan u meedelen dat we een contractverlenging hebben genegocieerd met Fadi Zodjidja.
En dat hij verlengd heeft. Hij had nog een contract tot het einde van dit jaar, maar dat er 2 jaar bij komen. Ja. Dus Hadis blijft nog 3 jaar bij ons. Dat is gisteren getekend. Waarom zeg ik dat? Wel, dat heeft toch wel wat gesprekken gevraagd, omdat het bij Hadis niet alleen ging over financiële zaken, maar ook over ja, de sterkte van de groep, de ambities van de club. Er waren toch wel een aantal andere zaken, de structuur ook, enzovoort. Ja. Goed, we zijn finaal dan toch naar een goed akkoord gekomen met behulp van de mensen die u begeleid hebben, Vadis. Maar we zijn zeer blij dat je voor langere termijn bij onze club bent. En ik zou zeggen, ja, we hebben nu niet alleen Vadis Ojija in de club, maar we hebben nu een echte nieuwe Buffalo. Die toch de toekomst aan deze club verbonden heeft. En we hebben ook een aantal afspraken hoe dat hij toch wel ook als kapitein nauw zou kunnen betrokken worden bij de goede samenwerking tussen spelersgroep en bestuur en de voorzitter nu en anders. En ik ben heel blij dat Vadis die beslissing genomen is. Dus bedankt Vadis om bij ons te zijn. Ja. Misschien mogen wij aan u vragen toch om ook even daar op dat... Ik ben heel blij hier vandaag te zitten en mijn contract verlengd te hebben bij Agent. Het heeft een tijdje geduurd, zoals de voorzitter heeft gezegd, maar ik denk dat er heel veel constructieve gesprekken zijn geweest. En ik heel blij ben met de visie die de club heeft. En natuurlijk wil ik deel uitmaken van het project en mijn tijd hier verlengen. En hopelijk kunnen we verder bouwen aan de toekomst en nog heel veel mooie jaren samen beleven. Ja, Vadis, ik heb nog op de nieuwjaarsreceptie, was je ook een van onze eregasten, toen gezegd, het is duidelijk dat je vanaf je komst bij Gent eigenlijk een soort evenwicht rust hebt gevonden en hier 100% opnieuw jezelf hebt teruggevonden. Of overdrijf ik daarin? Nee, dat is absoluut waar. Ik denk dat ik op heel wat plaatsen ben geweest om te voetballen. Maar uiteindelijk bij Agent terug te komen was zoals thuiskomen. En uiteindelijk heeft dat ook een heel grote rol gespeeld in mijn beslissing die ik nu heb genomen om hier verder, mijn carrière verder te zetten. En oost-west, thuis-best. Dus ik ben heel blij om thuis te komen en zoals ik zei, deel uit te maken van dit project. Mooi. Mensen die straks nog vragen willen stellen na de persconferentie, krijgt u ongetwijfeld nog de gelegenheid. Bedankt, Vadis, en nog heel veel succes. Dank u wel. Een nieuwe speler die wij ook bij ons hebben, en wij waren daar al een tijdje over aan het spreken, nog niet alleen dit jaar, nu, maar ook in januari al, Jordan. Maar zijn we heel blij van... Jordan Botaka aan u te kunnen voorstellen, die in onze ogen in onze competitie sterk gegroeid is. Vooral in de periode bij Sint-Truiden denk ik dat je u heel, heel sterk getoond hebt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook wel met diverse mensen over gesproken. Ook binnen de groep zelfs, ja. En dan Michel heeft toch ook heel veel, informatie gewonnen. En we hebben ook onze scoutingsteam en de medische tests en al van die dingen. Misschien, Michel, kun je daar wel iets over zeggen? Wel, eerst en vooral, België is een klein land, dus we hebben contact gehad met
ex-trainers van u, Jordan. En natuurlijk, voor een club als Gent weet je dat de fysieke testen heel belangrijk zijn. Dus die waren uitstekend. Ik denk dat jij nog een groeipotentieel hebt. En dat je een beetje een laatbloeier bent, Jordan. Maar ik ben overtuigd dat je dat in Gent, dat je in Gent zult bewijzen wat je mogelijkheden zijn. En samen met Jeroen hebben we daar een aantal uren... Jeroen is uw zaakwaarnemer, die al lang 11 jaar... 11 jaar, ongelooflijk, van uw 16 jaar. We hebben daar een aantal uren over gesproken en we zijn overtuigd van uw mogelijkheden. En wij zien u ook echt wel als een versterking voor Gent en voor het project waar we over spreken, waar Vadis over gesproken heeft. Die trouwens ook heel tevreden was, de kapitein, met uw komst. Voilà. Dus Jordan, het is misschien het moment. Ja, Jordan, graag reactie van jou. Ja, ik ben heel blij hier te zijn. Ik denk dat het voor mij wel het moment was om de stap omhoog te maken. Het is voor mij een eer om hier te mogen zijn, om deel uit te mogen maken van deze club. Ik heb diverse gesprekken gehad met Vadis voordat ik hier kwam tekenen. Hij heeft mij het project ook een beetje uitgestippeld. En het is gewoon heel interessant. Zoals meneer Louage al zei, ik ben misschien een laatbloeier, maar ik voel dat ik nog heel wat groeimarge in me heb. En ik geloof dat ik dat hier helemaal kan uitbuiten en laten zien wat ik nog meer in me heb. En ik kijk er naar uit. Jordan, ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat je hier keihard hebt moeten voor werken. Ik heb ook een interview gelezen. Je hebt er echt hard moeten voor werken om op dit niveau te geraken. Ja, zeker. Ik denk dat je overal wel hard voor moet werken in het leven. Maar voor mij om hier te komen is natuurlijk wel een hele grote stap. Ik wil niet constant terugkomen op mijn verleden, omdat ik dat vaak heb gedaan. Maar ja, ik voel me wel gezegend. Ja. Ik heb heel hard moeten werken. Het is zeker niet makkelijk geweest. Maar dat is dan weer een raad die ik kan geven aan de jongere generatie. Dat als je blijft werken en blijft geloven in jezelf, dat je uiteindelijk je ambities en je doelen wel kunt waarmaken. Je bent bij een mooie club, ook in een sfeervol stadion. Met al respect voor Sint-Truiden, want ik heb jouw afscheidstekst en ook interview op de website van Sint-Truiden bekeken, waar je heel lovende woorden had voor Sint-Truiden, wat heel mooi was. Maar hier kom je wel op een ander niveau en in een ander stadion natuurlijk. Hè? Ja, zeker, dat klopt. Dat is een feit, dat is de realiteit. Als ik vandaag deze stap heb gemaakt, is dat mede dankzij Sint-Truiden. Dus ik bedank ze voor alles wat ze voor mij hebben gedaan en betekend hebben. Mijn ambitie was om een stap omhoog te maken en dat heb ik nu gemaakt. En dan alles wat erbij komt kijken is natuurlijk ook een stap verder. Stap hoger op het stadion. Meer fans. Er wordt gewoon veel meer van me gevraagd. Er gaat veel meer van me gevraagd worden nu. Dus daar ben ik me allemaal bewust van. Sint-Truiden zit nu in het verleden. En nu wil ik een mooi verhaal schrijven met Gent. Ik wens jou heel veel succes. Dank je wel. Bedankt, Jordan. Yes. Ja. Zo. Dus u, toch wel, ik hoop dat u opmerkt dat we niet stilgezeten hebben in de coronatijden. We hebben ook het geluk van Davy Roef. Bij ons te hebben. Ik denk, Davy, dat we heel blij zijn dat je hier bent. Iedereen in onze club hebben wij altijd heel veel respect en bewondering gehad voor uw kwaliteiten. Ik ben overtuigd dat je in de groep, in de atmosfeer van deze groep, die je nog zult leren kennen, ja, nog tot verdere bloei zult kunnen komen.
Ja, het zal een concurrentie zijn, een tweestrijd zijn. Maar het zal het voor iedereen zijn. Hè. En als we beginnen in juni, zal het voor iedereen zijn. Ons verhaal is nog niet ten einde. Maar misschien wou ik toch echt zeggen dat je heel welkom bent in onze club. Ik denk dat je ook als persoon een hele goede ingesteldheid hebt. Ja. Want dat is heel belangrijk als je een teamspirit wilt volgen, dat je spelers hebt die ook die engagement en die spirit hebben. En dat is ook naast uw technische kwaliteit en ook iets dat meegespeeld heeft om tot bij u te komen. Misschien mag ik u vragen om het ook even voor te stellen. Ja, Davy, jouw reactie op deze mooie woorden toch ook van onze voorzitter? Inderdaad, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik heb een contract van 3 jaar getekend. En ik ga gewoon alles eraan doen om deze club te helpen. Het is een mooi project. Het is een club met een geweldige accommodatie. Dus ik ben gewoon heel blij hier te zijn en ik hoop de club te kunnen helpen. Ja, ik hoor ook overal, als ik met mensen praat, zeggen Davy Roef is eigenlijk een modelprof. Hè? Jij leeft voor 100% ook voor het voetballen. Ja, dat klopt. Ik heb nooit iets anders gedaan. Ik heb nooit iets anders gekend als voetballen. Dus we hebben gewoon het geluk om van onze hobby onze job te kunnen maken. En daar moeten we gewoon elke dag 100% voor leven. En alles geven in ons leven. En ik denk, Joran heeft dat er juist ook gezegd. Je krijgt niet zomaar in de schoot geworpen. Dus we proberen er gewoon elke dag 100% voor alles te geven. Het ziet er ook schitterend uit voor ons, want ik las dat de meeste keepers pieken tussen hun 26 en 28. Jij bent nu 26, dacht ik. Hè? Ja, dat klopt. Inderdaad, ik ben in februari 26 geworden. En ik heb de komende 3 jaar hoop ik gewoon mooie prestaties neer te zetten en naar de piek toe te groeien, inderdaad. We wensen jou dat toe. Bedankt. Dank je wel. Ik hoor je dat graag zeggen, Davy, dat je naar de piek toe groeit. Want als je op de piek zit, dan gaat het dan zo. Hè. Dus het moet nog een tijdje zo gaan. Ja, natuurlijk. Oké, dank je. En we hebben inderdaad niet stilgezeten. We hebben samen met Jess ook gesproken over de verdere professionalisering van onze structuur. We hebben ook een wijziging aangebracht in de staf. We zullen u onmiddellijk Carrie, dus onze nieuwe staflid toevoegen, voorstellen. Dus volgend jaar zullen we een nieuwe assistent-trainer hebben, naast Peter Ballet tijdelijk. En dat is Wim de Dekker, ja. Die overkomt van Antwerpen. Ik ben overtuigd dat dit een mooie en goede beslissing is voor de club. En voilà, Wim. Welkom, Wim. Dus als u zegt dat we niet hebben stilgezeten, dan begint het toch al een beetje te voelen. Hè. Wim wordt onze nieuwe assistent-trainer. Welkom, Wim. Dank je. We gaan onmiddellijk een paar vragen stellen, maar ik wou even toelichten hoe dat het tot stand is gekomen. Wij hadden Wim wel op het oog als heel ernstige, professionele assistant coach. We hebben hem bezig gezien ook in Antwerpen. Ik denk dat het had Bologna daar moeten blijven bij Antwerpen, dat het misschien moeilijker had geweest. Maar goed, de dingen zijn zoals ze zijn. En dat maakt de zaken misschien wel gemakkelijker of bespreekbaarder, zou ik zeggen. Ik zeg niet dat het gemakkelijker is. Maar ik wil eerst een woordje zeggen over Peter. Peter blijft bij de club, Peter Ballet.
wordt heel graag gezien door de spelersgroep. Ja. Ik ben deze morgen bij de spelers geweest om toch de informatie te brengen en de boodschap te brengen dat wij Wim bij ons zouden hebben vanaf volgend seizoen. En oké, de spelers zien wel de toegevoegde waarde die we zouden kunnen brengen. Maar ze vinden ook dat Peter een heel belangrijke toegevoegde waarde heeft binnen de groep. Ik heb deze morgen trouwens nog met een aantal spelers gesproken. Dus Peter zal in de eerste fase nog wel heel dicht aanwezig zijn om de overgang mee te helpen maken. Maar dan zullen we Peter een rol geven van nadien. En dat dus samenspraak zijn, Wim, hoe dat verloopt. Maar zullen we Peter de technisch directeur laten worden in de club. Die verantwoordelijk zal zijn voor de beloften, voor de young potentials. We hebben dus een hele groep nieuwe young potentials aan het komen. En ik denk dat we daar niet genoeg aandacht aan geven, dat we misschien wel de inspanningen doen om zo'n grote groep, hoor, 5, 6 echte young potentials bij elkaar te brengen. Als dat niet goed begeleid wordt, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Ja. Peter zal ook meehelpen bij de recrutering, met zijn ervaring, met de kennis van de groep. En zal ook nog op regelmatige tijdstippen, als technisch directeur dan, aanwezig zijn om met de spelers contact te hebben. Maar we moeten de dingen klaarstellen. We hebben ook al in andere clubs gezien. Je moet vermijden too many cooks in the kitchen. Ja? En de kitchen zal hoofdzakelijk gestuurd worden door Jess en door Wim. Ja. En Peter zal nog wel een toegevoegde waarde blijven geven. Zeer geliefd bij de spelers, maar ook zeer geliefd bij het bestuur. En wij dachten dat we geen betere persoon konden vinden, maar dat heeft nog wel een tijdje overtuiging gevraagd. Geen betere persoon konden vinden met zo'n ervaring. De man is ook regent, lichamelijke opvoeding, dacht ik. Heeft heel veel ervaring als T1, zelfs als T2. Maar heel veel ervaring om al die bijkomende afdelingen die we hebben. We hebben een financieel directeur, we hebben een juridisch directeur, we hebben een commercieel directeur. Maar al jaren hebben wij geen technisch directeur. Ja. En we dachten dat Peter in deze fase van zijn loopbaan de ideale man was om die functie in te vullen. Dus Peter wordt in full respect en met ook open toegang tot de vertrekken op het oefencentrum bij de spelers, ook als een man van de club verder uitgebouwd. En hij krijgt eigenlijk kun je dat toch wel zien als een promotie. Maar aan de andere kant, Wim, ben ik zeer blij met uw komst. Ja. We kennen elkaar al van toen je nog speler werd. Hè. Ik herinner mij, Wim, dat als je van het veld kwam, als de spelers van het veld kwam, dat ik altijd een contact had met één speler, en dat werd jij. Weet je dat nog? Ja, absoluut. Ja. Ik was toen nog geen voorzitter. Hè. Ik was hulpje van de voorzitter. Ja. Maar ik was toen dicht bij de spelersgroep. En de eerste die ik altijd zag als je van het veld kwam, dat werd jij. Dus van dan af aan zit je ergens in een speciaal hoekje hier. Misschien is het goed dat je toch even je voorstelt en ook je motivatie en waarom enzovoort. Goedemiddag allemaal. Of goedemorgen nog. Ik moet zeggen, ja. Ik denk op Antwerp was het vrij snel duidelijk voor mij dat ze andere plannen hadden. Plannen waar ik niet meer in thuis hoorde. En dan kwamen er een paar andere opties. Met een andere invulling, andere functie. Maar toen kwam Gent aankloppen.
Ik moet zeggen, ik was meteen getriggerd door de club natuurlijk, door een mooie club. Dan heb ik een heel goed gesprek gehad met de voorzitter, meneer Louwagie. Daar was ik nog meer overtuigd. Ik heb nog een gesprek gehad met enkele andere mensen binnen de club. Ik heb een heel, heel goed, lang gesprek gehad met Jess. En ik voelde gewoon dat het paste, dat het klikte. Dan kun je ergens zeggen, oké, je moet nog wachten of nadenken of afwegen. Maar als je voelt dat het gevoel goed zit, dan moet je er ook niet lang over nadenken of over twijfelen. En dan moet je gewoon ervoor gaan. En ik twijfel er niet aan en ik hoop dat ik mijn steentje ga kunnen bijdragen om verdere successen te kunnen hebben voor deze club. Het zijn mooie woorden, Wim. Dus ik herinner mij trouwens, we stonden samen op de luchthaven in Antwerpen. We gingen samen naar Spanje, enfin, de twee clubs. Ik herinner mij jouw heel mooie woorden toen je zei, openhartig tegen mij, Gent is een fantastische club. Hoe jullie gestructureerd zijn, naar de toekomst toe enzovoort. En toen was ik eigenlijk ook wel onder de indruk van jouw woorden en ook jouw prestaties. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. En het is spannend geweest, want het heeft geduurd tot vannacht 11:15. Ja, inderdaad. Ja. Ik was al bijna een beetje... De voorzitter was al aan het slapen. Zij zendt mij morgen nog een bericht. Oké, bedankt Wim. We zijn heel blij dat je er bent. Ik denk dat je ook echt een toegevoegde waarde zult zijn. En weet je, een club in zijn, het aansturen van een groep heeft diverse kwaliteiten nodig. Ja. Maar je mag er niet te veel hebben. Ik heb daar juist gezegd, too many cooks in the kitchen. Dat gaat niet. Ja. Er zijn zeker en vast een aantal zaken die we heel sterk op prijs stellen. Dat is uw professionaliteit, uw ernst, uw serieus, uw kennis van het vak. En ook een beetje toch uw jeugd. Ja. 38 is... voor voetballers is dat al een beetje oud, maar voor mij is dat nog zeer jong. Dus ook het verjeugdigen en het vernieuwen van gans onze club, dat speelt daar ook bij. Dus we zijn overtuigd dat we aan u veel gaan hebben. Jess heeft gisteren ook met u you were very positief, but otherwise it would have been difficult. Hetzelfde voor u. Hè? We hebben toch die gesprekken laten plaatsvinden, want als er een van de twee had gezegd, ja, dat gaat niet, hè, dan kan ik niet. Ik heb het ook aan de kapitein gevraagd, hoor. Om u van niets gerust te stellen, wij zouden graag volgend jaar kampioen spelen. joke, a little joke. Bedankt dat je er bent. Ik denk dat we nu kunnen ook het laatste woord geven aan Jess. Did you understand everything, Jess? Almost. Yeah, almost, yeah. But it's up to you for the kitchen. You're the boss of the kitchen. It's up to you. Yeah, first of all, good afternoon. I think I have to thank the club in this very difficult time that they gave me and the team and the players the possibility to have a normal life, that we could go to work every day, that we could continue doing what we like, what we love, being part of football. I know, like we also talked about with the players, it's a difficult time, also mentally, because there was no goal ahead of us. But we tried to do it in beginning, a lot of individual things, like Vadis also said, I think we even was training harder than normal to maintain, to keep our normal life. Okay, now we are not 100% back in the normal rhythm, but we are close to, and I appreciate that the club make that possible to us. Then, of course, I also want to put some words on the guys that are sitting in front of me. I think bringing and making
this signal by signing our captain and saying this will be the captain for many years. He will be Buffalo. He will be our captain. This is for me the best signal we can send to the world around us, that we mean, we want to be consistent. We're going to build on this fundament that we already started. We're going to do that also for the future. So that is, I'm very pleased for your signing. I'm very pleased about that. We can continue what we just started. And of course, as a captain, you are a very important person for me in the daily basis on the pitch, but also outside the pitch. So this I appreciate very much and look forward for the future. Secondly, two new players, which is for me, again, a perfect signal from the club, and even in this difficult time, also economically, that they say we are not satisfied with where we are. We want to even improve. We want to sign some new players that can bring this club to even a higher position. And for me, the most important is quality on the pits, outside the pits. And when I look at the two new players that are sitting in front of me, that's exactly what we get. We get quality, but we also get professional guys on outside the pits, which can build on the fundament that we work on. We get more competition inside the team. And I assure that the two of you are matched perfectly into our team. And I look forward to start working with the two of you. So I appreciate that the signing of you two as well. And of course, a word to Wim also. It's obviously when you work with a guy for, how can you say, more than 1.5 years, like Peter, it becomes your friend. Maybe I talk more with Peter than with my wife. But also know football is a world where changes will happen. Players will come, players will go. Coaches will come, coaches will go. And I understand that the club also think a little bit about the future. How can we be prepared for the future? And they have a perfect role also for Peter for the future, that he can stay in a role where he can be close to where he wants to be, Ghent and this club. Secondly, I had a very good talk with Wim yesterday, and I think we are already on a little bit the same line, a lot of good ideas, and when one door is closed, another door is open, and I must say, we might look very much forward to our work together, and I think that we can challenge each other, that we together can bring this team to even higher level, so I can't wait to that we have to start working together. So I'm pleased that you are here also. Thanks. So that was a little bit my view on the things. And maybe one word on the future. I think coming from a season like this, if we said before the season that we were becoming number two and had the possibility of playing Champions League next season, I think we will be very happy. Although we didn't celebrate because it was different circumstances. But for the future, that will make us be never satisfied where we are, but we always want to achieve our goals, and this will be the biggest goal for me for next season, that we need to improve, and hopefully we can do even more next season. Thank you. Oké, dan kunnen we stilletjes aan toch afsluiten, maar ik wil niet eindigen vooraleer dat ik van deze gelegenheid gebruik wil maken om Club Brugge van harte te feliciteren met een kampioenschap, ja, met het winnen van de titel. Er wordt soms wel wat gezegd dat er wat noise is tussen Club Brugge en KA Gent, maar ik denk dat die veel kleiner is dan dat die soms vooropgesteld wordt. Ja. Ik vind dat Club op dit ogenblik bijzonder goed werk geleverd heeft en heeft in de uitbouw van de club Club Brugge. Zowel sportief als financieel, structureel, zijn ze echt een voorbeeld en een model. En het feit dat ze de kampioenstitel behaald hebben, is het resultaat niet van een toevalstreffer, maar van een heel goed doordacht systeem op vele vlakken. Dus het is echt met overtuiging en met een... Met heel veel warmte zat ik aan Club Brugge de felicitaties toesturen
voor het behalen van de titel. Maar dat betekent niet dat we volgend jaar zullen proberen van het hen een beetje moeilijk te maken. Ja. Je voelt dat wel aan wat wij allemaal aan het doen zijn. Met al de bewegingen die je vandaag gezien hebt, met Fadis en met Jordan, en met Davy en met Wim. Allee, het is niet gedaan. Ja. Ik denk dat we binnen 2-3 weken nog eens een persconferentie gaan houden. Ja. En dat we dan ook een aantal onderwerpen zullen hebben om aan u voor te stellen. Zodanig dat we inderdaad volgend jaar echt kunnen zeggen, we zijn kwalitatief nu sterk genoeg om op zijn minst een challenge te zijn. We moeten er ook niet overdrijven. Ik denk dat club altijd een hele sterke en goede club zal zijn en ook volgend jaar zal zijn. En ze zullen zich ook versterken. Maar een challenger, dat denk ik dat we wel zullen zijn. En ik meen te weten, Jess, dat jij dat ook zo denkt, ja. Dat we dat als doelstelling hebben. Dus er komen nog een aantal versterkingen op een aantal posities. Als je me natuurlijk vraagt op welke posities, dan ga ik daar niet op antwoorden. Goed, voilà. Dankjewel. En als er vragen zijn, it's up to you. Dankjewel.